vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Zoals je al aan de titel kan zien, heb ik vandaag eigenlijk echt een heel erg leuke video. Ook al zeg ik het zelf. Ik moet wel eerst nog even iets zeggen. Ik heb al meer dan 2 weken niks geüpload. En ja, ik vind het een beetje cliché om dat zo altijd uit te leggen. Maar altijd is er wel een beetje een reden. En mijn reden was, ik had gewoon eigenlijk echt geen zin. Ook niet echt veel tijd, niet echt veel inspiratie. Ik was YouTube gewoon heel even beu. En ja, bij mij is YouTube echt puur een hobby. Dus als ik even geen zin heb daarin, dan, ja, dan ga ik dat ook gewoon niet doen. Dus daarom heb ik het ook niet gedaan. Maar vandaag heb ik dus wel een nieuwe video, want ik ga er toch helemaal zin in. En zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik de mashup blender besteld. En er is hem ook binnengekomen. Hier zit trouwens ook al een balpen in. Ik ga deze vandaag invullen en ook aan jullie laten zien hoe ik mijn indeling doe en zo. Ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk. Dus dat gaan we vandaag doen. En laten we nu eigenlijk maar heel snel aan beginnen, want ik heb al veel te veel gepraat. Eerst nog even wat achtergrondinformatie. Ik heb de 4e druk. En deze is dus in het Engels. Ja, in het Engels. Kijk, er staat mond. Mond dus, in plaats van maand. En ja, zo, alle dagen staan in het Engels. Dus ik heb nu een Engelse uitgave. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik vind het nog wel leuk. Ik denk dat jullie wel allemaal de mashup planner kennen. Of toch al gezien hebben of zo. Maar ik heb dus, ja, deze. En hij is gewoon hetzelfde als anders eigenlijk. Ik heb deze pen ervoor gekozen, want ik ga altijd met de vaste pen erin schrijven. Dat vind ik het leukste eigenlijk zelf. Als je hem dus open doet, ja, ik zal kort even zeggen wat er allemaal in zit. Dan heb je hier een notitieboekje met een aantal pagina's waar je op kan schrijven. Er zitten natuurlijk ook de 2 postkaartjes in. Waar dat op staat, Weekend Happiness en A Beautiful Day. En dan zitten er natuurlijk ook de 2 gouden stickervellen bij. Deze bevatten allemaal letters, dus dan kan je eigenlijk ook de voorkant bijvoorbeeld customizen. Dat ga ik niet doen, of voorlopig toch niet doen. En dan zitten hier de gouden sterretjes, hartjes, grote bollen, middelgrote bollen en kleine bolletjes. En die kleine bolletjes die passen zo hier van onder. Dus dat is wat er hierin zit. Maar ik denk dat de meeste van jullie al wel wisten als je de mashup planner kent. En dan staat er hier contact. Dan ga ik even iets meer inzoomen. Ik ga daar nu natuurlijk wel mijn contactgegevens niet op invullen. Ik ga gewoon mijn naam nu al schrijven. Want ja, contactgegevens zijn natuurlijk wel privé en zo. Dus dat gaan we niet doen nu. Dus ik ga gewoon. Voilà, Floor staat er nu. Meer ga ik nog niet opschrijven, dat doe ik zelf, want ja, dat is uiteraard privé. Dan komen er nu allemaal pagina's. Tot en met hier. En dat zijn eigenlijk allemaal maanden en de verschillende dagen daarin. Nu, ik ga beginnen in oktober, omdat we nu oktober zijn. Dus dat is hier. En daarom ga ik daar zo in beginnen. Dus ik ga dit er even uithalen, want het is nogal irritant om te schrijven. Dus ik ga het nu even zo leggen. Dat was ik al vergeten. Vanachter zitten de stickers. Ja, het zijn gewoon die januari, februari en de maanden stickers. Dit zijn allemaal banner stickers. Hier standing up to do, little things to buy, birthday and to go. En dan hier nog allemaal verschillende stickers, nummers, glitters, hartjes, slingers, echt van alles. Maar ik ga natuurlijk nu beginnen met de maand oktober te nemen. En dat is deze, dus die nemen we er zo uit. Ja, het zou fijn zijn, moest je er wel uitkomen. Oké. Ik vind het trouwens echt heel leuk gevonden dat het zo wolkjes zijn en niet zo van die standaard stickers. Dus deze gaan we nu hier opplakken. Want we zijn natuurlijk de maand oktober. Zo.
Oké, oktober. En dan ga ik beginnen invullen. Oktober. Oktober, in oktober was een zaterdag. Dus dan schrijf ik hier... nee, was een zondag. Oké, wow, bijna verkeerd. Dus 1 oktober schrijven we dan hier. 1 oktober. 2, 3, 4, 5. Voilà, alle nummers staan er nu. En ja, hier ga ik eigenlijk verjaardagen en zo van die speciale dingen. Bijvoorbeeld Halloween kun je hier opschrijven. Mijn mama was, ja, dat is wel gisteren, maar dat zou ik nog even opschrijven. Dus dan schrijf ik gewoon een stipje met mama. En dan een kroontje. Zo bijvoorbeeld... het zijn ook de Belgian Tube Days trouwens, waar ik ook heen ga. 14 oktober, dus dat kan ik dan ook hier bijvoorbeeld schrijven. Maar ja, dus nu ga ik zo die indeling per maand doen. Maar nu hebben jullie ook al een idee hoe ik alles ga doen. Dus ik ga dat zelfs op mijn eentje allemaal zelf aanvullen. November, december, januari, enzovoort, enzovoort. Maar nu gaan we natuurlijk beginnen met de eerste... eerst een week in te vullen. En die begint vanaf volgende week. Dus ik ga deze maand, en dat is nog steeds oktober, dus ik ga weer een oktober sticker nemen. Voilà, oktober. Het plakt er nu. En nu gaan we ook beginnen met invullen. Nu, ik heb al een, ja, zeg maar een planning uitgewerkt over hoe ik de indeling wil maken per week. Hier in dit grote vak ga ik al mijn dingen opschrijven voor school. Ik weet dat daar niet al die lijntjes vol gaan zijn. Maar ja, bijvoorbeeld als ik hier moet schrijven toets, Frans, Spanje, dan heb je natuurlijk wel veel plaats nodig. Dus ik ga hier alle dingen schrijven voor school. Op vrijdag doe ik bijvoorbeeld nooit voor school iets, dus dat gaat daar altijd leeg zijn. Maar ik ga het wel zo doen. En dan ga ik hier voorlopig nog alles leeg laten. Maar ik zit nu in het zesde middelbaar en ik moet dit jaar een eindwerk maken, namelijk mijn gip. En dat pakt echt heel veel tijd in beslag, dus ik ga... hier deze vakjes altijd houden voor mijn GP. Dus als ik iets moet doen voor mijn eindwerk, dan schrijf ik dat in dit vakje. Maar dat is voorlopig nog niet. Dus daar kan ik nu ook nog niks invullen. Maar daar ga ik dus daarvoor wel houden. En dan dit onderste ga ik houden voor extra's. Bijvoorbeeld zaterdag zijn het de Belgian Tube Days. Dit is trouwens de 14e. En dat ga ik dan houden. Dan kan ik hier bijvoorbeeld opschrijven Belgian Tube Days. S'avonds ga ik trouwens ook nog naar een vuif gaan. Dus dan kan ik hier opschrijven. Of mijn trainingen ga ik hier schrijven wanneer ik dansles heb en zo. Of een wedstrijd, dat ga ik allemaal hieronder schrijven. Maar nu ga ik dus al beginnen met een stukje in te vullen. Van school en van de Belgian Tube Days. Dus wat ik allemaal al weet. Zo, ik heb nu bijvoorbeeld al een paar dingen ingevuld. Totaal nog niet alles, maar dat is een beetje te veel om allemaal te laten zien. Maar ik ga, dit vind ik bijvoorbeeld leuk, dus ga ik daar een sticker bij plakken. Zo, voilà. Dus dit was mijn video hoe ik deze masterplanner indeel. Ik zal nog even laten zien hoe ik het dus echt heel voor altijd ga doen. Per maand. Over de verdeling schrijf ik het zo op. En ik zet een keer verjaardagen, speciale dingen enzovoort. En per week doe ik het zo. Dus schrijf ik hier alle dingen voor school. Hier komt dan dingen voor mijn eindwerk. En hier zijn dan extra dingen zoals hobby's, wedstrijden, events of zo. Of dingen wat ik ga doen die niets met school te maken hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar deze video. Ik wil jullie heel erg bedanken. En ik hoop jij natuurlijk dus leuk vonden. Doe deze video zeker een duimpje omhoog als jij dat zo vond. En vergeet ook zeker niet even te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie heel erg snel binnenkort weer. Doei!